Ook daar een klein foutje. En dan is het opnieuw stil aan tijd om de twee bouwers bekend te maken voor de Builders Challenge nummer 3. Hier zijn ze. Ze staan voor een groot aquarium van 720 liter water. Ze waren uiteraard al uitverkozen. Ze hebben 2 minuten om een dominolijn in het water te bouwen. Zwaardere dominostenen worden als tegengewicht gebruikt om die gewichtloosheid in het water te compenseren. Eenvoudig is anders. Als het lukt, vallen er straks 50.000 extra stenen om. Als het niet lukt, dan blijven de domino's, die 50.000, staan. En dan blijven straks bij die vierde Builders Challenge. Dan blijven ook die vlammen groot en wordt ook die weer moeilijk. Dus van een prangend slot gesproken, dit is er één. Domino-lijn vormen in het water. Het lijkt alvast iets eenvoudiger dan daar straks op die dansende vlakjes. Ze hebben nog 1 minuut. Ze zijn halfweg. De proef wat de tijd betreft. Aanmoedigingen van de grote baas. Geen drama. We zien dat hij zijn teamgenoot of teamgenoten niet hindert. Hij lijkt toch beter geslagen dan dat Poolse meisje. En daar, daar zijn ze al. Ik denk niet dat zij het gaat halen. Ze zijn aan het vallen. Valt dat? Nee, dat is jammer. Dat komt echt op 1 steentje aan. Dit is echt om de haren uit je hoofd te rukken. Dit is zeer jammer. Het scheelde 1 dominosteen. Maar de laatste Builders Challenge straks, dat wordt ongetwijfeld de belangrijkste. You did really well, ja. Allemaal waar.